daar gaan ze. Dwars door de opening waar ooit een hekje zat. Wacht, je hoeft niet te proberen me op te eten. Weet je nog? Je mag van niet alles meegenieten. Yes, yes, yes. Ik heb gewoon zoveel energie. Dat komt vast door dat plantaardige eten. En wat als je zou gaan joggen? Zou dat werken? Dat hoop ik met heel mijn hart. Dirk, die zijn van meneer Verhoef. We delen nu de tuin met hem. Kijk. Ik zweer het, als ik er niet was... Pieter! Huh? Ik wist het! Nee. Je blijft van mijn tomaten af! Je hebt de hele tuin al! Hij gedraagt zich niet. Nou, het is een echte kwajongen, toch? Dat is een beetje te, vind je niet? Ze hebben het er alleen maar over hoe slecht ik ben. Misschien kan ik beter alleen verder gaan. Oh, kom op! Hey, ben jij Pieter Konijn? Ja, je vader was mijn beste vriend. Echt waar? Neem een perzik. Wegwezen jullie, smeren! Kom op, jongen. Pieter, wat is er gebeurd? Ik heb een vriend van pap ontmoet. En ik kan nu echt zijn wie ik ben. Dit is de groentetuin van de stad. Wat is dit voor magische plek? Dit is de boerenmarkt. Dat klinkt mij iets te link. Ik zal jullie nooit in gevaar brengen. Dat beloof ik. Oké, kan ik niet beloven. We gaan ze beroven. Doen jullie mee of niet? Kom op. We gaan. Nee. Er is geen hoop voor ze. Je hoort hier thuis. Mijn familie is in gevaar. En dat is mijn schuld. Ik ga ze redden. De andere konijnen zijn gepakt. En de big en de egel. En is dat een das? Waarom help je me? Dat is wat een vader doet. En hij ging net zo lekker. Echt. Oh nee, Wipstaart heeft ontdekt wat suiker is. Het was een mooi avontuur. Ik heb het eeuwige leven! Zij het toch?